Een jongen uit Dordrecht, Gerrit Verblijd, die was altijd en eeuwig godsgruwelijk op tijd. Zijn wekker die ging op zijn laatst om 6:30, want om 8:15 begon al zijn les. En om 7:30, als de conciërge verscheen, stond hij te wachten, al een uur naar het scheen. Maar eens op een dag, op een maandag was het des ochtends plots uit met de pret. Het noodlot groot en hij stond ervoor. Vanaf hier wordt het erger. Luister maar door. Hij moest even naar huis. Was wat spullen vergeten. En volgens de verhalen had hij het best kunnen halen. Als hij maar niet op die trein had staan wachten. De boom was naar beneden en hij ontevreden stond stil. En inderdaad, hij kwam bijna te laat. Nou ja, toen hij eindelijk thuis was gekomen, zijn spullen had gepakt en terug was gereden, waren die bomen weer naar beneden. Hij dook toen ineens zo op het spoor. Hij dacht bij zichzelf, die trein ben ik voor. Hij riep nog de woorden. Straks kom ik te laat. Maar ja, dat waren zijn laatste. Want ach, wat een verlies. Van achter die stoptrein kwam plots de Thalys. Zijn botten die kraakten. Je weet hoe dat gaat. Die arme Gerrit. Voor altijd te laat. Ach. Ook al is hij vermalen tot moes. Hij heeft al voor eeuwig de ultieme smoes.